Welkom bij Buurten. Ja, waar gaan we het over hebben? Over de leefbaarheid die moet worden verbeterd op sommige plekken in onze gemeente. We gaan het hebben over cultuur en erfgoed in een nieuw festival. En we maken de uitslag bekend van de wedstrijd Onze Plek. Laten we beginnen. Ja, leuk dat u weer kijkt naar Buurten. We hebben weer een hoop boeiende onderwerpen voor u in petto. En bij mij aan tafel zit aangeschoven Maaike van Orsau. We gaan het straks hebben over de leefbaarheid. Jij bent van AREA, de woningcorporatie. Klopt. En tegenover zit Corrie Kokke van het Roos Cultuurcontact. Ja. En Gloria van der Staak van het Roos Cultureel Erfgoed. Precies. En daar schuin tegenover Judith de Vrees van de Survey Academy. Als jurylid van de, sluit jij aan hier, ja. Van de Ons Plek-wedstrijd. Ja, dan beginnen we eigenlijk altijd weer met het nieuws van de afgelopen weken. Wat hebben onze gasten meegemaakt en wat heeft ze geraakt? Mag ik bij jou beginnen, Maaike? Wat is jouw nieuws van de maand? Nieuws van de week? Nieuws van de week? Ja, nou ja, goed. Het eerste wat opkwam was de uitschakeling van het Nederlands elftal uiteraard op het WK. Heel erg jammer. Je hebt voor de buis gezeten. Ik heb voor de buis gezeten, inderdaad, meegeleefd. En in de hoop dat, maar helaas met de penalties was het over. Dus, ja. En is het nou ook meteen gedaan met de voetbal kijken? Of hou je nou de andere wedstrijden toch nog een beetje bij? Nee, we houden de andere wedstrijden wel bij. Want het is natuurlijk wel heel mooi dat Marokko zover is gekomen als Afrikaans land. Dus dat volgen we ook vol enthousiasme. Je bent nu geswitcht van Nederland naar Marokko. Ja. Ja, nou ja. Heel goed. Ja. Judith, jouw nieuws van de maand. Ja, het is heel mooi. Ik rij iedere dinsdagochtend naar Erp in de auto. En altijd 538 aan. En ik zit te luisteren naar 538. En er wordt iedere week volgens mij een cover gedaan door een band. En die zangeres zit eigenlijk een beetje vertellen waar het nummer over gaat. En het gaat over verlies. En terwijl ze het eigenlijk aankondigt, heel luchtig en heel... iets wat haar raakt en dat ze zegt, ja, zoveel jaar geleden heb ik mijn vader verloren. En ze gaat het lied zingen en ze kan het laatste stuk niet meer zingen qua emoties. Ze schoot helemaal vol en het was zo'n mooi moment, omdat je dan gewoon ziet wat muziek met je kan doen. Zelfs als je het ook zelf moet brengen, dat zoveel emotie kan geven. Dus dat is mijn nieuws. Dat raakte jou ook echt op dat moment zelf ook dan. Ja, absoluut. Ja, het is heel... heel mooi om te zien dat muziek dat doet en dat dan ook voor haar dan weer een stukje verwerking komt. Maar dat je zelf ook in je eigen wereld zit te denken van, oh ja, wat is er bij mij gebeurd? Wat doet dat met mij? En heel mooi. Oké, dankjewel. Ja. Corrie? Nou, mijn moment is ook muziek. Het drie koren kerstconcert dat we achter de rug hebben. En in meer opzichten bijzonder, omdat we natuurlijk 2 jaar lang geen concerten konden houden. En we hebben gezien hoe geweldig het is als koren ook samenwerken. En alle koren hadden nu het thema Oekraïne. En het mooie was dat ook een paar Oekraïense medeburgers uit Sint-Oederode aanwezig waren, een gedicht voorgelezen hebben. Alle koren hadden een Oekraïens lied. Dus de verbondenheid was niet alleen maar met de zangers, maar ook met de mensen in Oekraïne die het veel zwaarder hebben dan wij. Ja, en welke koren deden eraan mee? Het Roos Gemengd Koor, dat is eigenlijk de traditie van het jaarlijkse kerstconcert. Het vrouwenkoor Aurora en het Roos Kamerkoor. Gloria. Ja, wat mij trof, en dat was eigenlijk deze week, dat was een groot artikel wat in het Eindhovens Dagblad stond. En dat ging over het steeds weer verschuiven van vluchtelingen van de ene locatie naar de andere locatie. En de manier waarop daarover gesproken werd, met name de manier waarop ook de medewerkers werden geprezen om er toch iets, je zou haast kunnen zeggen, menselijks van te maken, dat heeft mij getroffen. Zeker ook omdat, kijk, de beelden, dat staat je gewoon op het netvlies van wat er allemaal gebeurd is. Maar ook hoe mensen werden opgevangen en er in feite geen plaats was. En als je dan zo'n warm verhaal hoort van iemand die zegt van, ik begeleid ze helemaal naar het moment dat ze naar een andere locatie gaan. Dat vond ik heel bijzonder. Dank je wel. Gaan we beginnen.
Ja, fijn wonen heeft wel met meer te maken dan alleen met je huis. En op verschillende plaatsen moet de leefbaarheid worden verbeterd. Zo blijkt uit de leefbaarheidsmonitor. Maar ja, hoe? Daar gaan we het over hebben met jou, Maaike van Orsouw. Jij bent werkzaam bij woningcorporatie Area en coördinator leefbaarheid. Wat houdt dat precies in, die coördinator leefbaarheid? Ik ben eigenlijk de schakel tussen de bewoners, die wonen in onze woningen, onze netwerkpartners in de wijk, denk dan aan de gemeente, politie, welzijnswerk, en onze eigen organisatie uiteraard, als het gaat op het thema leefbaarheid. En wat moet je dan precies doen? Ik draai heel veel projecten, dus met beide werkgemeentes op het gebied van leefbaarheid. En dan moet je denken aan schoon, heel veilig. Hè. Onze wijk, het is heel belangrijk dat ons woningbezit, maar ook de woonomgeving, schoon, heel en veilig is. En daarnaast ook een stukje vergroening kan je aan denken. Ontmoeting en verbinding vinden we heel belangrijk. Dus allemaal projecten die daaraan bijdragen. Ja, je kunt ook afvragen, is dat jullie taak als woningcorporatie? Hè? Of is dat de taak eigenlijk meer van de gemeente en moeten jullie gewoon zorgen dat er gewoon huizen zijn? Nee, het is een kerntaak van de woningbouwcorporatie, leefbaarheid. Dus die hebben we ook meegekregen vanuit de woningwet. Dus het is één van onze kerntaken. En wij vinden het zelf ook heel belangrijk. Vandaar ook mijn functie, coördinator leefbaarheid. Dat heeft niet iedere woningbouwcorporatie. Maar Area vindt hem dusdanig belangrijk dat ze daar extra aandacht op hebben gezet. En mijn functie hebben verwezenlijkt. Ja, precies. Dus, je noemde al een aantal voorbeelden ook. Ja. Maar bedenk jij dan zelf die voorbeelden? Nee. Of is er ook een wens vanuit de bewoners? Zo van, we willen wel meer groen of we willen dit of dat? Vooral vanuit de bewoners. We hebben binnen Area ook een leefbaarheidsbudget. Meer voor elkaar fonds, pot, zoals we dat noemen. Waar bewoners aanspraak op mogen maken. Dus via onze website of gewoon ons te mailen, bellen. Aan te geven dat ze een activiteit in de wijk willen organiseren die bijdraagt aan de leefbaarheid. En dat kan kan te maken hebben met ontmoeten en verbinden, maar ook met vergroenen. Het kan te maken hebben met schoon, heel veilig. Ja. Precies. Dus als ze zelf een eigen initiatief, die worden daarin die dus hebben wij het allerliefst uiteraard. Want dat betekent ook dat de bewoners zelf betrokken zijn. En dat is wat we heel graag stimuleren. Ja, ja. Nou was er toch een leefbaarheidsmonitor en daar bleek toch een aantal wijken die daar toch wat minder scoorden. Wat kun je daarover zeggen? Nou, minder een 7 scoorden ze. Dus op zich is dat toch nog wel ruim voldoende. Ruim voldoende. Maar wat is het doel, zeg maar, van waar streef je dan naar? Want er is toch blijkbaar iets wat dan niet ten opzichte van andere wijken was dat dan iets lager. Dus wat daar uit naar voren kwam was vooral afval. Zwerfafval was een grote ergernis in die wijken. Maar ook de sociale cohesie. Dus de verbinding in die wijken is wat minder. En daarom hebben wij gezegd, we gaan een werkgroep oprichten vanuit de gemeente. Samen met Area en het welzijnswerk en politie en BOA's zijn ook aangehaakt. En uiteraard buurtbewoners benaderd die met ons mee willen denken in die werkgroep. En die ook actief participeren. Om te kijken of we de leefbaarheid in die wijken kunnen verbeteren. Ja. En er zijn 2 wijken vooruit naar voren gekomen als pilot. Ja, ja. Welke wijken gaat het over? In ons bezit is dat Veghel Zuid. En in het bezit van een collega-corporatie Woonmij is dat de Bloemenwijk in Schijndel. Ja. Dus we gaan het vooral even over de Veghel Zuid hebben natuurlijk. Daar kan ik over praten, Jij zit hier, maar waarschijnlijk een vergelijkbaar traject gebeurt er dus in Schijndel. Ja. Ja, klopt. Hoe gaat dat dan? Jullie denken van, daar willen we dan iets mee doen. Jullie gaan bij elkaar zitten. Bewoners komen erbij of worden daarvoor uitgenodigd? Hoe werkt het? Uiteraard hebben we de leefbaarheidsmonitor gehouden. Dat is een onderdeel daarvan is ook een enquête die uit is gezet onder heel veel inwoners. Maar er zijn natuurlijk ook reacties uit naar voren zijn gekomen die geïnventariseerd zijn. En die geven ook eigenlijk al aan waar aandacht voor moet komen. En dat vragen we ook uit bij de bewoners van de wijk zelf. Met de bewoners natuurlijk die actief zijn in de werkgroep. Maar daarnaast proberen we ook zoveel mogelijk bewoners in de wijk... Is er al iets uitgekomen die zegt, dat is wel fantastisch. Daar ben ik echt wel trots op. We hebben meerdere wijkscouts gehouden. Dus in buurten rondgewandeld met netwerkpartners om te kijken wat nodig is. Aan schoon, heel veilig bijvoorbeeld. Maar afvalinzamelingen rondom de boek, het is er geweest. Met alle partners om te vragen waarom bewoners toch veel afval bijplaatsen. Bij de ondergrondse containers daar. Er zijn gesprekken geweest in de Jan van Galenstraat onder andere. Met buurtbewoners over het inrichten van het buitenterrein.
Dus ja, zo zijn er heel veel activiteiten die, die daar komen. Ja, en zijn er ook mensen wel die daar... Want ik kan me ook voorstellen dat je heel veel bewoners daar heel fijn vindt. Een aantal bewoners zeggen, bemoeien je er niet mee? Of valt dat mee? Ja, dat valt mee. Maar er zijn altijd bewoners die zich wat meer op de achtergrond houden, uiteraard. Precies. Maar we zijn heel blij met de mensen die, die meedenken en mee willen doen. Ja, ja, ja. Dan wil ik even naar een ander project waar jullie ook bij betrokken zijn. Dat is dat leefgoedproject. Dat dus in het kloosterkwartier... daar wordt ontwikkeld. Hè. Dus daar was van de week hoog bezoek, zullen we zeggen. Hè. Minister Hugo de Jonge van Wonen, die kwam daaraan. Laten we heel even daarna gaan kijken. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan het klooster in Veghel. Op het voormalige kloosterterrein van de zusters Franciscanessen in het centrum van Veghel komt een sociale woonwijk met 500 woningen. Een bijzonder project waar wonen, welzijn en zorg worden gecombineerd en jong en oud gaan leven. Ja, dat begrip, jij was er ook bij aanwezig. Klopt, ja. Ja. Wat maakt dat project heel bijzonder? Nou, het bijzondere is dat we daar met 11 maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn. En samen daar proberen een mooi leefgoedproject te realiseren met elkaar. De bedoeling is daar te komen tot een leefgoedcentrum... waar wij als partij ook allemaal in vertegenwoordigd zijn. Ook werkplekken gaan realiseren in de toekomst. En een ontmoetingscentrum. Dus dat is wat we daar... En we zagen die minister. Wat vond u ervan? Heeft hij een reactie gegeven op al die plannen? Ja, die was daar uiteraard heel lovend over. En die hoopt ook dat het allemaal gerealiseerd kan worden. Dus, en dat hopen wij ook. Ja. Ja. Nou, tot slot, zou je nog een tip kunnen meegeven aan mensen... die dan bijvoorbeeld in zo'n monitor invullen van... nou, ik vind dat we eigenlijk te veel langs elkaar heen leven. Wat heb je daar een tip voor mensen die dat ervaren in hun wijk? Wat zouden die kunnen ondernemen? Nou, vooral omzien naar elkaar, denk ik. Dat is een hele belangrijke. Wat we ook in het leefgoedproject meekrijgen... ook van de zusters Franciscanessen uiteraard. Omzien naar elkaar en zorg dragen voor elkaar. Dat geldt ook in de gewone buurten natuurlijk. Als we dat zouden doen, dan zou gewoon iedereen... Zelf beginnen met... Precies, ja. Dat zou echt bijdragen ook aan je eigen woongeluk, denk ik. Ja. Ja. Nou, hartelijk dank in ieder geval voor het gesprek, Maaike. Graag gedaan. Ja, het Roys Cultuurcontact en het Roys Cultureel Erfgoed hebben de handen ineengeslagen en hebben een festival met de titel Roy Verbeeld bedacht. De bedoeling is dat cultuur en erfgoed elkaar gaan ontmoeten. Zo kijk ik jullie allebei even aan, hè, van cultuur en erfgoed, om maar zo te zeggen. Voordat ik daarover wil hebben, Gloria, ik wil heel even met jou nog naar een ander ontwerp waar jullie bij betrokken waren. Dat was natuurlijk de kiosk. Ja. Jullie zaten in die commissie die bedacht heeft... die kiosk die moet maar eens even weg en dan moet een ander ontwerp komen. Daar is een hele hoop reuring ontstaan. Hoe kijk je daar nu op terug als Roys Cultureel Erfgoed? Ja, dat is gewoon heel lastig. We hebben de opdracht gekregen om een keuze te maken. Dat is ook gebeurd. En dan is het jammer wanneer je dan achteraf geconfronteerd wordt... met mensen die zich niet gehoord voelen. Terwijl er wel degelijk vertegenwoordiging was. Maar goed... het is zoals het gelopen is. En het is alleen maar prettig dat we nu dan weer een stap op de plaats kunnen maken... en kunnen zeggen van, nou, oké. We zouden het anders moeten doen. En die inhaalslag die gaan we dan ook maken in januari... door dan een week van de kiosk te hebben. Net zoals we eerder hebben gehad, de week van de markt. En dan zijn mensen uit Sint-Oederode van harte uitgenodigd... om een stem uit te brengen op een keuze die zij dan het fraaiste, het meest verantwoord, het vinden. Dat komt in ieder geval nog terug. Dat komt nog terug en dan ben ik ervan overtuigd dat het helemaal goed komt. Ja. Oké, dan gaan we nou over het festival praten. Corrie, wat voor festival moet het eigenlijk gaan worden? Een spetterend festival natuurlijk. We hebben gezocht naar een vorm waarbij we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken op verrassende plekken.
En dat verbond het Roos cultureel erfgoed aan ons als Roos Cultuurcontact. Onze slogan is voor cultuur die verbindt. Maar niet alleen cultuur verbindt, vooral de mensen verbinden. En we willen dus mensen samenbrengen van verschillende kunstdisciplines, jong en oud. En ze op plekken laten komen die normaal gesproken eigenlijk niet met cultuur van doen hebben. Althans, een merendeel van die locaties. Ja, Gloria, wat voor plekken zijn dat dan? Ja, dat is eigenlijk het concept van de cursus Roïlogie. Waar je op 6 verschillende plaatsen 6 verschillende docenten hebt met 6 verschillende onderwerpen. En nou, dat werkt gewoon. En het is gewoon een mooie manier om op een plek te komen of in een huis binnen te gaan waar je normaal gesproken nooit komt. En we hebben nu 13 locaties kunnen selecteren waar we in ieder geval al een toezegging hebben gekregen van jullie zijn van harte welkom. En nu is de volgende stap dan om het zo in te vullen dat het een invulling wordt die je niet verwacht. Nee, oké, maar dat is dus nog heel weinig concreet natuurlijk. Dus we moeten mensen wel iets meer geven als een onverwachte. Ja. Dus wat gaan we daar zien dan? Noem eerst eens een plek. Wat voor plek kun je noemen? Laten we eens noemen het oude postkantoor. Het oude postkantoor? Het oude postkantoor Borgmolendijk. Normaal gesproken kom je daar niet binnen. Tenzij je met Sinterklaas kinderen hebt die daar wel willen komen kijken. Maar we zouden dan die locatie die gebruiken we om daar bijvoorbeeld even een bandje neer te zetten. Hoe verrassend kan dat zijn? Een andere locatie kan zijn het oude raadhuis op de markt. Ook een locatie waar je eigenlijk niet binnen kunt komen. Dus het zijn vooral locaties die dus eigenlijk normaal gesloten zijn. Dus niet bijvoorbeeld op de kiosk. Exact. Maar daar kun je altijd terecht. Maar het is juist het bijzondere. Je zit hem ook in dat je nu eens ergens anders binnen kan. Precies. Kan kijken. En wat moet daar dan? Ik hoor iets van een bandje. Maar wat zijn de ideeën van het Roos Cultuurcontact? Wat moet daar allemaal gaan? Heel divers natuurlijk. Muziek. Maar ook spoken word artists. Ook om jongeren te trekken. Jongerenbands, breakdancers, maar ook het gilde wordt uitgenodigd om mee te doen voor jong en oud. We hebben een beroemde modeontwerpster die heel enthousiast is en mee wil doen. We hebben natuurlijk heel veel beeldend kunstenaars die hun medewerking hebben toegezegd. En wat nu leuk is, om dus die locaties te zoeken die niet één op één passen bij wat je in eerste instantie zou denken. Ja, dus mij lijkt het geweldig om een breakdancer in de Martinuskerk te hebben, bijvoorbeeld. Hè? Ik weet niet of het mag, maar die contrasten, daar zijn we naar op zoek. Ja, en precies. Liggen al die locaties gewoon op afstand van om te lopen? Of wordt het een soort fietstocht door de hele regio? De bedoeling is dus dat het wel in het centrum van Sint-Oederode is, met hier en daar wat een grotere afstand. Maar de locaties zijn allemaal te belopen. En er is ook een route die je dan kunt lopen, waardoor je dan elke keer weer verrast wordt op een andere locatie. Ja. En moeten mensen daar kaartjes dan voor kopen als ze daar naartoe willen? Of? Nee, dat is gratis. Ja, nou willen mensen ook wel weten wanneer is dat dan? Wanneer moeten we dat opschrijven in onze agenda? Ja, want die datum moet natuurlijk wel genoteerd worden. Ja. 17 juni, ja. Okay. Ik moet dat goed zeggen. Ja. 17 juni, ja. Misschien nog goed, Michiel, om toe te voegen dat het een weekend is waar niet alleen Roy Verbeeld aan de gang is. De zaterdag, want die 17e is een zaterdag, wordt afgesloten met een groot muziekfestijn bij de Helden van Kien. Ja. Verzorgd door muziekvereniging Mijn Rijstad. Onder de welluidende naam Muziekhelden. En de zondag daarop is het Pop en Color Festival ook weer bij de Helden van Kien. Dus het wordt eigenlijk een heel festivalweekend. Precies. Ingepakt vanuit verschillende invalshoeken. Ja, een Pop en Color, dat was er natuurlijk al. Dat is nu eigenlijk een dag ervoor aangeplakt. Ja. Okay.
Is het een eenmalig iets of is het de bedoeling dat het vaker gaat plaatsvinden? Nou ja, ik ben daar nog niet helemaal uit. Maar hoe mooi zou het zijn als het een jaarlijks terugkomend festival zou worden. Nou, laten we deze editie dan gaan afwachten. Dat duurt nog heel even, dus mensen moeten nog even geduld hebben. Maar in ieder geval alvast bedankt dat jullie hier al een tipje van de sluier wilden oplichten. Graag gedaan. Ja, in het kader van 5 jaar Meijerijstad is er door Lawson, Big R en Fransman een lied gemaakt dat heette Onze Plek. En leerlingen van groep 6 en 7 zijn hiermee aan de gang gegaan om een eigen compositie daarvan te maken. En uit de inzendingen is een winnaar gekozen en die gaan we straks bekendmaken. Ja, Judith de Vrees, welkom. Jij bent van de CHV Academy en jij was ook voor deze wedstrijd een van de juryleden. Eerst even die CHV Academy behandelen, want niet iedereen zal precies weten wat het is. Wat is het? Wij geven in Meijerijstad 34 basisscholen wekelijks of 20-30 lessen in een jaar, schooljaar kunstlessen. En komen wij met een team van 12 docenten komen wij wekelijks de klas in om met kinderen van groep 4 tot en met 6 en sommige 4 tot en met 7 om daar kunst te geven. Kunst. En is het muziekles of is dat handvaardigheid of allebei? Of hoe moet ik dat voorstellen? Iedere docent heeft zijn eigen discipline. Dus ik ben bijvoorbeeld muzikant en ik heb docent muziek gestudeerd. Dus muziek is mijn basis, maar ik maak ook uitstapjes naar drama. En ik maak uitstapjes naar beeldende kunst kijken, zelf creëren, dans. Maar we hebben ook een dansdocent in ons midden. Dus daar is de basis dans wat de kinderen wekelijks krijgen. En ja, die pakt er wat muziek bij en drama. En waarom is het belangrijk dat kinderen op de basisschool kennis maken met cultuur en kunst? Ja, er zijn zoveel goede punten te noemen aan kunstonderwijs. Behalve dat je natuurlijk, je komt in een klas waar je met die kinderen kunt gaan werken buiten grenzen. Je gaat zoeken naar oplossingen. Je leert ze anders kijken, anders denken, oplossingsgericht werken. Ja, en daarbij natuurlijk het plezier wat die kinderen hebben. Elke week als ik mijn klas binnenkom, dat ze dan, het mag weer. Het is, het wordt weer een leuk uur. Ja, precies. Ja, Corrie, ik kijk ook even naar jou, want jij zit van het Roos Cultuurcontact. Daar zit ook een soort jongere deel in, het podium op maat stuk. Wat houdt dat precies in? Het podium op maat is ingericht, om het zo maar te zeggen, om jongeren die bezig zijn met muziek te stimuleren om vooral bezig te blijven. En om dan op te treden voor anderen, voor familieleden, voor vrienden, voor bekenden, maar vaak ook anderen. Daar gaat de stimulans van uit. En wij werken ook samen met de CHV Academy, omdat daar jong talent tot ontplooiing komt. En wij vinden het fijn om met hen samen te werken. En zo ze eigenlijk een beetje te liften in hun culturele ontwikkeling. Ja. Ja. Dan die wedstrijd eigenlijk. Die wedstrijd Onze Plek. Hoe ging die in zijn werk? Kun je nog eventjes vertellen voor de mensen die er helemaal niks van gehoord hadden? Hoe zat dat? Nou ja, 5 jaar Meijerij. Wij kregen als team te horen van leuk, Meijerijstad bestaat 5 jaar. En er zijn 3 mannen geweest die een hele mooie rap gemaakt hebben. En wij gaan een wedstrijd uitschrijven voor groep 6, 7... En wij vragen onze collega's om mee te gaan denken om met een klas in ieder geval een inzending te maken. Wij houden enorm van procesgericht werken. Dus het stukje kinderen mogen creëren waardoor ze introvert, waardoor ze van binnenuit gestimuleerd worden om iets te doen. Dus de opdracht was redelijk los. We hadden een paar kaders, dus het thema Mijn Plek. En wat voor jou mijn plek kan zijn, dat kan voor jou iets heel anders zijn. Dus ook dat hebben we losgelaten in waar het naartoe moest. Het was een rap die we natuurlijk als voorbeeld kregen. Dus wel, maken kinderen toch... Misschien is dat goed om ook even de mensen te laten zien. De meeste mensen hebben vast wel een keer voorbij zien komen. Ook in de film van 5 jaar Meijerijstad. Dat wil even naar die rap kijken, een klein stukje daarvan. Het blijft bij onze eigen plek. Stik de koppen bij elkaar, dan wordt het echt een gek. Dan komt het tot z'n recht. Iedereen die kent elkaar, het gevoel is echt niet op een harde zaden. Wat vonden de kinderen van die opdracht?
ja, leuk. Die vinden het überhaupt leuk om gewoon daarover na te denken van, ja, hoe gaan we dan zo'n lied maken? En wordt het een lied of wordt het een rap? Of ja, willen we zelf muziek maken? Of gaan we met een band meespelen? Het lag helemaal open, dus dat maakt dan meteen dat kinderen meteen associaties oproepen en denken, oh, dat ga ik maken, oh, dat gaan we maken. En dat maakt ook het resultaat heel leuk, want we hebben 17 klassen gehad die eraan mee hebben gedaan. En omdat natuurlijk wel het voorbeeld de rap was, zijn veel collega's ook in de rap blijven hangen. We hadden ook een lied erbij, was ook echt heel leuk. En het was gewoon heel divers. Er waren kinderen die echt live op instrumenten speelden, dus de eigen beat maakten. Ja, er werd over familie gerapt, er werd over mijn gezin, over school, over plekken in de Meijerijstad. Ja, dus ook de thema, daar konden zij ook mee vooruit, van ja, onze plek. Maar dan lijkt me, als het zo verschillend is, ook wel moeilijk als jury. Om te zeggen, ja, het wordt toch een beetje appels met peren vergelijken. Zo van, hoe gaan we, waar gaan we hier nou een winnaar uit destilleren? Waar hebben jullie uiteindelijk naar gekeken? Nou ja, we hadden een lijstje inderdaad van originaliteit, musicaliteit, ook het enthousiasme dat de kinderen brachten. En dan nog hadden we het best moeilijk, want we zeiden met elkaar, we zaten met Tom ook van Omroep Meirij. Een van de rappers was erbij aanwezig. De jeugdburgemeester had ook nog een oordeel gegeven. En ja, wij zeiden ook van, het is gewoon alleen al schitterend om te zien hoe iedereen in een korte tijd zoiets heeft kunnen maken. En ja, wij vonden het eigenlijk al bijna niet te doen om een klas als winnaar te maken. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk een keuze moeten maken. En ja, dan zullen we nu naar het moment gaan. Welke klas, welke groep is uiteindelijk de winnaar geworden van de wedstrijd Onze Plek, Judith? Ja, dat was de groep die ze hadden een herkenbare melodie en daar een hele mooie tekstplaatsing op gemaakt. Een hele mooi, ja, heel mooi thema en het klonk zuiver met elkaar. En ja, wij waren eigenlijk allemaal wel van mening van, oh, we kunnen dit dadelijk gewoon allemaal meezingen. Ja, en dat is wat een hit moet zijn, dat moet je mee kunnen zingen. Ja. Dus de winnaar is geworden, ja, de Dommelrode. Dommelrode school. Ja. Van harte proficiat, jullie hebben het terecht verdiend. Onze plek en ons thuis, met een boskasteel en hier staat ons huis. Zit hoe de rode rooi, zit hoe de rode, dat was mooi. In het centrum wil ik zijn, ijsjes eten, shoppen, ja dat vind ik fijn. Geweldig. Hè? Het lied is natuurlijk langer dan. We hebben nu even een fragmentje daarvan uitgezocht. We willen nog even een goed moment zoeken om het wat langer te laten horen. Was het leuk om jury te zijn van zo'n wedstrijd? Ja, zeker. Heel erg leuk. Gewoon ook omdat je. Ik krijg ook een kijkje in de keuken van mijn collega's natuurlijk. Want iedereen levert iets in. En ja, dan kun je gewoon zien wat iedereen bezighoudt en waar ze mee bezig zijn. En mijn collega Elke heeft mijn klasse gejureerd, om het ook eerlijk te houden. Ja, want ik had ook twee klassen uit Erp. En, dus we hebben het samen gedaan. En ja, het is gewoon enorm mooi om te zien wat het dan toch maakt met die kinderen. En dat ze in zo'n korte tijd zelf een lied kunnen maken. Ja, nou, ik denk dat we een heel mooie afsluiting daarbij hebben. We hebben eigenlijk wel een mooi thema zo gehad van de betrokkenheid. En in ieder geval de leefbaarheid en de muziek die we in de cultuur en het erfgoed terugvinden. Ik wil jullie alle vier heel hartelijk danken voor jullie komst en jullie gesprek hier. Ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken. We zijn aan het einde van dit jaar al bijna. En dat betekent ook de laatste buurten van 2022. Maar we zijn er wel weer, dan moet ik even goed kijken, op 17 januari. Dan zit Sonja hier weer. Ik wens u in ieder geval hele fijne feestdagen namens heel Omroep Meijerij.